Brazilië zelf. En daar werden we volgens mij derde en lieten we al zien dat we echt met de beste landen mee konden. Ik denk dat we toen wel tot de top van de wereld behoren. Hermans er nu in. In de overtreding gezien van Eichmann. Tegen Loosveld. Oh, wel een leuke groep. Ik kan me herinneren dat we het toernooi zelf in Zeist zaten. Dat was natuurlijk ook wel met deze groep wel leuk en lachen. Maar dat is prima. Beetje ondeugend? Tuurlijk, altijd. Daar waren we. Daar waren we zeker. Dat we spelers erbij hebben. In die tijd moesten nog twee spelers tribune op. Hè. Dat we die een verrekijker kochten. Hè, omdat die in Ahoy dan op ring 2 moest zitten. In die richting staat me iets bij. Maar of het allemaal nog klopt, ik durf het niet te zeggen. Als ik eerder terugkijk naar de eerste wedstrijd tegen Denemarken, de openingswedstrijd, hè, waar toch wat druk op de ploeg ligt, hè, waar we voor de eerste keer als spelers, maar ook als zaalvoetbal te maken kregen met wat pers, met wat publiek, met tv-uitzendingen, ja, was het begin van het toernooi moeilijker. Hè. We speelden volgens mij tegen Denemarken, die hadden wat jongens als erbij die later betaalde voetbal hebben gehad. Een van die broers Laudrup deed mee, een Olsen laatste man. Dat zegt niet veel, maar we hadden het wel moeilijk in die eerste wedstrijd. Dat kan graag staan, maar er wel bij. En, maar naarmate het toernooi vorderde, groeiden we wel in het toernooi en naar de vorm. Met echte zaalvoetbal dingen doen in die tijd, daar wonnen we wel de wedstrijd mee. Harry, aan de wissel. Volgens mij geen last, helemaal geen druk van de wedstrijden, van het publiek niet, van de camera's niet. Ik kan het niet zeggen, in ieder geval, ik kan mij dat niet herinneren. Ik kan me wel herinneren dat een aantal jongens misschien daar wel moeite mee hebben. Want er waren een aantal jongens die hun gebruikelijke niveau van de wedstrijden en toernooi daarvoor niet gehaald hebben. Loosveld. Goed doorgezet. Loosveld. Het is Hermans die de bal binnen tikt. Maar de actie was van Marcel Loosveld. Was je in je allerbeste vorm? Ja, het is altijd moeilijk om iets over jezelf te houden te zeggen, maar ik speel natuurlijk een heel goed toernooi en ik denk dat het wel echt wel het beste was vanuit mijn carrière natuurlijk, hè, zo'n toernooi. Zonder twijfel Amerika. Maar dat was mijn beste wedstrijd en dat lukte echt werkelijk alles. En, ik word iedere keer aan het doelpunt herinnerd, hè, ten aanzien van de finale, maar die wedstrijd... Ja, was wel uitmuntend.